dan wees mee. En wat is er dan leuker om daar een glaasje water bij te kunnen drinken? 4 weken geleden zijn we in Asten open gegaan, vlakbij Helmond. Dat is gewoon heel leuk om te zien. Goede kwaliteit, dat willen we leveren. Het Udens College stond dinsdag in het teken van film. En in het bijzonder filmhelden. Op het dak van het college stonden 2 superhelden die eerst nog even van het dak afgehaald werden door de Udense brandweer. Daarna werd het filmfestival geopend. Het is een dag waar de kinderen heel veel in aanraking komen met film. Zowel het maken van de film als het bekijken van de film. Voorafgaand is daar ook al het een en ander gebeurd. En hebben de kinderen al films gekeken. Leren hoe is een film opgebouwd. Bezig met animatie, hoe maak je dat. Dus het staat in teken van film. Vorig jaar hadden jullie ook een thema, het eerste thema, en dat ging over geld. Ja, dat klopt. Vorig jaar zijn we begonnen met een thema voor het filmfestival. Vorig jaar is het geld. We worden gesponsord door de Rabobank. En zij willen toch een rol een beetje in de voorlichting erin spelen. Dus hebben we gekozen voor het thema geld. Dit jaar is het thema superhelden. En daar zit het geld aan gelinkt. Er moet een overval gepleegd worden of iets dergelijks. Dat de kinderen in ieder geval een beetje bewust zijn van dat geld meekrijgen. Wat gaan de kinderen vandaag doen? Je zei het al, een aantal workshops. Wat zijn die workshops? Er is een hele spannende workshop filmfighting. Die wordt buitenschool gegeven. Camera acteren. Toch ook nog bezig met scenario's, ook al zijn die geschreven. Superhelden. Is er nog. Ze gaan met animatie gaan ze bezig. Ze gaan bij de PUL een film kijken, een documentaire die wordt besproken. En bij jullie gaan ze een workshop doen. Ook een scenario met scenario bezig en die uitvoeren, animatie van maken. Wat vinden de kinderen er tot nu toe van? Want ja, het is eigenlijk net begonnen, maar vinden ze het spannend? Ja, dat denk ik wel. Het is altijd, je moet altijd een poosje naar de hand horen hoe ze het gevonden hebben. Want nu is het inderdaad nog spannend en nog een beetje stoer doen van wat vind ik ervan. Maar ik denk dat ze het al heel erg leuk vonden. Op dit filmfestival draaide het niet alleen om de workshops, maar ook waren er prijzen te winnen. Scenario, het geheim van de superheld door Flore Valger. Bij het vak Nederlands hebben ze filmscenario's geschreven. Dat is de bedoeling dat ze daarmee werken tijdens deze dag bij de workshops. Er wordt daarvan uitgegaan. Er zijn 3 leerlingen uitgekozen die scenario hebben geschreven. Ja, en gaan ze er ook nog iets mee doen met dat scenario? Ja, tijdens de workshops werken ze daarmee. Dat is het uitgangspunt. Dus waar mogelijk wordt er met dat scenario gewerkt. Bij een frontale aanrijding ter hoogte van Berlicum zijn donderdagochtend 1 dode en 4 gewonden gevallen, waarvan 2 ernstig gewond. De weg was daarom tijdelijk in beide richtingen afgesloten. Het ongeval gebeurde vanmorgen rond 7:45. De hulpdiensten, waaronder ambulances, brandweer en traumahelikopter, rukten massaal uit. Vermoedelijk was de auto waarin het dodelijke slachtoffer zat op de verkeerde rijbaan terechtgekomen. Ook de 2 zwaar gewonden zaten in die auto. 2 inzittenden van de tegemoetkomende auto moesten door de brandweer uit de auto bevrijd worden omdat ze bekneld zaten. Er werden schermen neergezet om omstanders het zicht op de plek des onheil te ontnemen. Het winkelend publiek wat zondag massaal naar het Udense winkelcentrum was getrokken, werd op 2 locaties opeens verrast door iets bijzonders. Wat een mega spektakel om aandacht te vragen voor het goede doel. Het goede doel is Alpe d'Huez. En Alpe d'Huez, dat is een stichting die geld inzamelt voor mensen met kanker, waar onderzoek mee gedaan wordt met dat geld en een revalidatieproces bekeken worden.
Met de flashmob wordt niet gevraagd om rechtstreeks geld te doneren, maar om geld op te halen door deel te nemen aan de spinningmarathon. We zijn van start gegaan nu met inschrijvingen voor een mega spinningmarathon. 24 uur op 20 en 21 april. We starten 's avonds om 9:30 met de opening door Daphne van der Brand. Om 10:00 begint de eerste les tot 22:00 s'avonds de volgende dag. Dus dat is echt 24 uur fietsen. In teams, dus je fietst zelf niet 24 uur. Hè? In teams, minimaal 5, maximaal 10 personen ga je aflossen. En proberen we 12.000 euro voor elkaar te krijgen voor dit goede doel. Ze kunnen zich opgeven door op de site te klikken www.bodyvision.eu. Daar staat een kopje met spinningmarathon. Dat is een invulformulier. Dan komt het gelijk bij ons binnen. Of even een belletje naar 0413-331697. Komt het ook goed. Of even langs binnenkomen bij de Bar Bali. Van die mensen die, ja, we gaan nou weer laatst het gehoord dat een meisje voor de trein springt. En van die andere jongen die zijn eigen iets aan heeft gedaan. Nou, dat vond ik toch wel het meest opmerkelijke nieuws, dat het zover kan komen. Het boksgala met een dode in Zijtaart. Ja, in zo'n dorpje waar altijd pijs en vree is. En dan gebeurt er zoiets. Dat vind ik toch wel verschrikkelijk, ja. Zo dichtbij. Dat ik een mooie motor heb gevonden en ik kan tuta. Mijn zoon heeft verkering, 26 jaar en het doet hem goed. Ik denk Rock en Ring, een concert in Duitsland. Er gebeurt volgens mij niet zoveel. Dus een beetje saai, maar zo is het volgens mij wel. Over, maar volgens mij gebeurt dat overal wel. Het hing er even om of het niet beter was om naar binnen te verhuizen, maar gelukkig kon het schoolpleinorkest van de Uilenbrink gewoon buiten plaatsvinden zoals gepland. De kinderen hebben de hele week instrumenten gemaakt, dansen ingestudeerd en die zijn ze nu 440 kinderen samen aan het uitvoeren met de mensen van het Fort van de Verbeelding uit Amsterdam. Die mannen vertellen een verhaal en zoals je op de achtergrond hoort, iedere groep maakt een geluid, maakt een muziekje, maakt een dansje. En dat leidt dadelijk tot één groot orkest met opa's en oma's zelfs. Dadelijk komen nog echte instrumenten. Opa's en oma's doen mee, leerkrachten doen mee, alles. Eén groot feest. Het optreden vond niet zomaar plaats. De school bestaat namelijk 35 jaar. En dat vonden wij wel tijd voor. Een reden om een feestje. 35 jaar openbaar onderwijs in Veghel. Een fantastische school. En dat mag een keer gevierd worden. En dit past wel heel goed bij de Uilenbrink. Samen muziek maken, samen dingen maken. En dat samen uitvoeren in een gezellige sfeer. Het orkest was niet de enige feestelijke activiteit. De hele week stond in het teken van het jubileum. Afgelopen maandag is het met een flashmob gestart. De kinderen hebben onder schooltijd dus die instrumenten gemaakt en die dansen ingestudeerd. Ze hebben samen geknutseld, de verschillende leeftijdsgroepen door elkaar. En natuurlijk heel druk gerepeteerd voor deze centrale uitvoering. Burgemeester Ina Adema heeft vrijdagmorgen 15 koninklijke onderscheidingen uitgereikt ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Blauwe Kei in het bijzijn van vrienden en familie.
In totaal zijn er 5 dames en 10 heren benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Deze personen wonen in Erp, Keldonk, Boerdonk, Zijtaart, Eerde, Mariaheide en Veghel. De dames en heren werden 1 voor 1 in het zonnetje gezet, omdat ze allemaal op hun eigen manier hun steentje hebben bijgedragen aan de maatschappij. Dat loopt uiteen van collectewerk tot voorzitterschap bij verschillende verenigingen. En van werkzaamheden bij het Rode Kruis tot allerlei andere vrijwillige werkzaamheden. In ieder geval is elk lintje dubbel en dwars terecht uitgedeeld. Komt u nog speciaal voor iemand kijken? Ja, voor mijn kleindochter. Voor mijn kleinzoon. Voor onze kleinzoon. En weet u al in wat voor auto die rijdt of is het een verrassing? Ja, in een oude eend, een Citroën eend. Die is van mij en die heb ik opgeknapt en daar zit hij in. Geen idee. Dus het is heel spannend. Ik moet maar even afwachten, maar ik knip gewoon alles, dan heb ik hem er altijd bij. Rijen dik en vol spanningen stonden ze dinsdagavond te wachten op hun kroost. Vaders, moeders, opa's en oma's. Iedereen was er. De Marktstraat was speciaal afgesloten voor de intocht van de eindexamenkandidaten sector VMBO van het Uders College. Een traditie voorafgaand aan hun galafeest. Hoe ging dat nou vroeger bij u op zo'n galafeest? Helemaal niet, zo was zoiets niet, hè. Hoe ging dat dan? Nou, dat was helemaal niks. Naar school en naar huis en leren en thuis nog leren of het werk en dat was het. We waren al blij als we met een behoorlijk rapport thuis kwamen. Anders dan zwaaien er ook nog wat. Voor de leerlingen van vandaag hoort het erbij. En is het een uitdaging om zo chic, stoer, groots of stijlvol te verschijnen op hun eindexamenfeest. Niet alleen jullie auto's in stijl, maar ook de chauffeur is in stijl, hè? Ja, ja, dat is een goede chauffeur, ja. Hoe hebben jullie dit geregeld? Ja, we vroegen aan haar of we de auto mochten lenen. Zei ze, ja, is goed. En toen kwam ze een keer met chauffeurpak en al kwam ze naar ons ophalen. Dus dat was echt leuk. Helemaal te gek, toch? Ja, dat was echt leuk. We hoeven nou niet meer naar school toe. Het is nou afgelopen. En ja, heel veel mensen komen hier kijken natuurlijk. En het is echt superleuk om mee te doen aan de optocht. Ja, echt leuk. En heb je het eigenlijk ook gehaald, je examen? Of weet je het nog? Ja, de examen moeten we nog hebben. Maar we hebben het rapport hebben gehad. En daardoor kun je wel weten of je waarschijnlijk gaat halen, ja of nee. En? Ja, ik ga het wel halen. En nou feesten? Ja, nou zeker feesten. Zit dit nou lekker op zo'n Jaguar? Nee, het is heel warm aan mijn kont. Maar waarom gaan jullie dan voorop zitten? Nou, het is origineler dan in de auto. Veel origineler. Nou, je hoeft nog maar een klein stukje. Ja, gelukkig wel. Het is wel leuk toch, dit? Ja, heel leuk. Al die aandacht en zo. En vanavond lekker feesten? Ja, heel hard. Is dit jouw vriendje voor vanavond? Ja. Mijn lieve hondje. En tja, sommige leerlingen. Het thema is gala chic en jij denkt ik kom op een grasmaaier. Ja, dat is kei vet toch? Ja, dat is weer iets anders als een stomme auto. En hij maakt ook een wielie, dat is helemaal skon. Hoe ben je op het idee gekomen? Ja, dat is een goede vraag, ja. Ja, gewoon een keer verstand op nul en gaan we die benauwen. Heb je dat met je school ook gedaan, verstand op nul? Of, Ja, ook. Zeker zweten.